van buurman naar buurman. Hoi, leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie tractaties maken en wel van buurman en buurman. Die zijn natuurlijk super populair bij de kleintjes, bij de peuters en de kleuters. En dat maakt natuurlijk een hele leuke en lekkere tractatie. En deze tractatie past bovendien helemaal binnen een gezond tractatiebeleid op school. Nou, wat heb je nodig? Een paar houten lepels, tomaatjes, kaas, een zwarte pen, een lijm, een schaar en de hoedjes van buurman en buurman. Dat is een printable, die heb ik al gemaakt. Die kun je vinden via het linkje in de omschrijving van deze video. En nou, die hoef je dan alleen maar uit te printen en dan even uit te knippen. Dat heb ik al een beetje gedaan. Ik heb er hier al twee en die ga ik vastlijmen bovenop de houten lepels. Zo. Dat is één. En de volgende. Nou teken ik op de lepels ook nog alvast even het gezichtje. Zo. Nou, tot dusver niet moeilijk, toch? Kijk, die zijn al klaar. Nou, nu gaan we de kaas en de worst aan de lepel rijgen. Daarvoor heb ik al wat kaas gesneden en ik heb dus wat van die snoeptomaatjes. Die ga ik wel een beetje insnijden voordat ik ze om de lepel heen doe. Want ik had er al een paar van tevoren geprobeerd en ik heb gemerkt dat als je dat niet doet, dat ze er niet zo makkelijk doorheen gaan. Dus dat is één. Zo. Hoppla. En de volgende. Zo. Nu de andere buurman nog. Nou, die krijgt een lijfje van kaas. Snij ik ook weer even in. Deze. Bla. Nou, en ook die is klaar. Gaat super snel, toch? Je kunt ze ook van tevoren al even maken, een avondje van tevoren leg je ze gewoon in een afgesloten trommeltje of zo. Dus het is geen moeilijke tractatie en zo'n setje. Nou, welke peuter of kleuter zou er niet gelukkig van worden? Ajeto! Mocht je deze twee nou leuk vinden, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je deze video nog even een duimpje omhoog geeft. En ben je nog op zoek naar meer tractatie-inspiratie? Check dan even het linkje in de omschrijving van deze video, want daar vind je nog veel meer tractaties. Wie weet zie ik je de volgende video. Abonneer je nog even op ons YouTube kanaal via die knop als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan mis je geen enkele video meer van ons. Hoi!